Ja, wij vinden inderdaad dat leegstand in principe een probleem is van de markt. Alhoewel we wel ook constateren dat de gemeente ook zelf veel leegstand heeft qua gebouwen. Oké. Ja, het antwoord is ja. En dat, daar hoor je al twijfel in, omdat het klopt voor absoluut de meeste panden. De meeste panden heb je als maatschappij geen last van dat ze leeg staan. Zie je het niet eens aan. Alleen er zijn schandplekken in de stad die of echt heel erg lelijk zijn. Als je kijkt Hoek, Paslaan, Kerklaan, daar staat zo'n leeg, dichtgetimmerd pand. Super lelijk. Dus daar heb je wel een rol als overheid. Of waar het gewoon onveiliger wordt. Nou, kijk naar wat er bij West Point is gebeurd. Dan heb je wel degelijk wat te doen als overheid. Dus, moi. Ben. Ja, gemeentebelangen die citeert de uitingen van de markt. Projectontwikkelaars, bouwers, ondernemers. Die hebben toen de zilvervloot binnenkwam altijd gesteld, laat ons met rust. Bemoei je niet met ons. Laat ons maar zaken doen. Politiek doet u de politiek. Nu is de markt omgeslagen. Ja. Nu zou de overheid bij moeten springen. Dat is er niet bij. Oké, dus het is nee. Is duidelijk. Nou, ik denk wel dat je moet zeggen dat we natuurlijk wel met elkaar een probleem hebben. Als je ziet hoeveel leegstand er is hier in Apeldoorn, dan is dat natuurlijk fors. En niet alleen op het gebied van kantoren, maar natuurlijk ook veel winkels staan leeg. En wij zijn dan als VVD ook blij dat in ieder geval door ons landelijk een wet is aangenomen. In ieder geval al wat betreft het kraak en de flexibiliteit voor verhuur. Zodat er niet meer een mogelijkheid is dat mensen het pand gaan kraken. En niet dat meer. Meer mogelijkheden zijn om zeg maar als eigenaar te verruimen ten aanzien van de huur. Dus daarmee zijn wel meer mogelijkheden gecreëerd om overlast, want dat gaat natuurlijk ontstaan als het lang leeg staat, om dat te voorkomen. Olaf, ja. Jij had iets moi. Ja, nou kijk, landelijk mag ik als wethouder in de kantorentop zitten. Dat is een overleg tussen het ministerie en ja, zoiets. En dan gaan we allemaal heel druk overleggen. Dat bestaat al een tijd en men komt nog niet echt verder. Maar langzamerhand zien ze wel, en dat bedoel ik ook de markt mee, dat er wat moet gebeuren. Want er staat gewoon heel erg veel leeg. En ze merken het ook, omdat bij de laatste vergadering heb ik tegen ze gezegd, toen zeiden ze, ja, we verwachten wel wat van de overheid. Toen heb ik gezegd, ja, dat kun je wel verwachten, maar op een heleboel vlakken zullen we absoluut niet je helpen. Want het maakt me eigenlijk niet zoveel uit dat er zo'n kantoor leeg staat. Toen keken ze wat gek uit hun ogen. Maar laten we wel zijn, als een kantoorpand leeg staat op een bedrijventerrein, heeft niemand er last van. Tenzij het onderhoud achteruit gaat, tenzij het half instort, tenzij's. En daarom zei ik dus moi. Ben, jij zat er iets anders in. Een lokale partij hoeft gelukkig niet links of rechts te zijn. Maar vanuit de linkerhoek komen de ideeën over een leegstandsbelasting. Ik zie dat als een soort treiterbelasting. Ja. Want leegstand is zeer nadelig voor de eigenaar. Die heeft daar verschrikkelijk veel last van en die zal alles bedenken en optuigen om proberen daar een eind aan te maken. En dat zie ik weer als een vorm van, we zullen je wel krijgen omdat je niet aan onze ideeën voldoet. En dat is laakbaar. Dus dat betekent dat je zelf ook belasting wil gaan heffen naar je eigen gemeente? Dat komt vanuit bepaalde kringen waar ik zeker geen voorstander van ben. Ze knijpen hem, want ze hebben strop. Ze knijpen hem gegarandeerd, alleen het is mogelijk niet zichtbaar. Nee hoor, het maakt ze niks uit. Je hebt helemaal gelijk. Dat zijn zulke grote beleggingsfondsen dat ze soms niet eens weten dat ze sommig vastgoed in hun bezit hebben. Waar ik heel blij mee ben is dat we een aantal actieve partijen in Apeldoorn hebben die de handschoenen oppakken en die zeggen wij gaan dit ontwikkelen. Maar dan moet je dus wel zo'n eigenaar meekrijgen. En ik weet dat de initiatieven ook aan die Brinklaan zijn. En hopelijk komt dat van de grond, zodat er weer activiteiten komen daar. Maar daarom zeg ik, op dat soort plekken heb je wel degelijk als overheid een iets actievere rol. En zou je dus moeten kijken, laten we die eigenaar opzoeken en laten we dat niet alleen doen, maar ook bijvoorbeeld met een aannemer of een ander bedrijf die daar iets anders wil ontwikkelen dan er op dit moment is. Nou, dat ben ik het mee eens. Ik vind ook dat je moet kijken als gemeente van hoe kun je regels dan verruimen om bestemmingsplannen op een andere manier in te vullen. En wees daar ook creatief in. Ik was toevallig van de week in een overleg in Münster. En daar zag ik een parkeergarage waar men gewoon woningbouw mee gerealiseerd heeft. En dat zag er prima uit en dat was ook helemaal bezet. Dus dat betekent ook dat je als gemeente flexibel moet zijn ten aanzien van je bestemmingsplannen, meedenken. Landelijk is er nu ook door ons als VVD gevraagd om MKB Nederland om mee te denken, met name voor de winkelstand om die op te lossen.
Maar ja, er is natuurlijk wel één probleem aan. Fiscaal kun je nog steeds je verlies verrekenen. En dat betekent voor die grotere eigenaren... Ja, dat de stimulans om wat te doen echt moet komen door in gesprek te gaan. Maar dat wou je niet, toch? Toch geen actieve rol voor de gemeente, of toch wel? Nee, het verruimen van regels als initiatieven zijn... dat je daar samen iets mee kan doen. Maar gaan wij als gemeente nou ook op pad naar de schandplekken van de stad... naar de eigenaren, om ervoor te zorgen dat die eigenaren aan de gang gaan? Of laten we het zitten, wat de VVD betreft? Wat D66 betreft dus wel. Voor die plekken waar we echt een probleem hebben... zit een actievere rol voor de gemeente. Ja, ik denk dat je toch moet zeggen van... in principe is de eigenaar verantwoordelijk voor de leegstand. Maar laat ik ervoor waarschuwen als overheid... speel geen koopman. Dat is een andere tak van sport en het loopt meestal verkeerd af. En in Apeldoorn zeer zeker... met onze 188 miljoen verlies afboeken.